Yes, goedemorgen. Het is maandag en ik heb besloten om deze week een weekvlog te gaan opnemen. Vandaag heb ik zo'n dag dat ik denk, ik moet vet veel, maar waar zou ik beginnen? Bijvoorbeeld gisteren was ik begonnen samen met Bart om de keuken op te ruimen. En kijk. Ik heb deze bakjes bij de Action gekocht. Dat is echt super, super handig. Dit hebben we gisteren gegeten. Het was zondag en het was in de aanbieding. Het erg. En dit vond ik ook allemaal in de keuken. Dus dat heb ik allemaal even op de tafel gestest. Zo van, dat moet ik nog een plek gaan geven. Maar ja, het zijn ook eigenlijk allemaal van die rot gereedschap dingen. Dat weet ik gewoon nooit. Waar moet je dat neerzetten? Goedemorgen, Bartje. Goedemorgen, Liesje. Oké, ontbijten. Bart heeft net ontbeten met 2 boterhammen. Vol met chocopasta, pindakaas en vlokken naast mij. Leuk, Bart! Maar dat ga ik dus niet doen. We gaan natuurlijk beginnen met havermout. Een beetje havermout. Soms zeggen mensen wel eens, nou, hoeveel doe je van dit, hoeveel doe je van dat? Nou, zoveel dus. En dit gooi ik er ook altijd naast. Even opmaken. Ik denk dat ik iets van 250 milliliter ongeveer in doe. Zo. En meestal nog een scheutje water erin als het niet vloeibaar genoeg is. Ineens bedenk ik me dat mijn hond nog niet is uitgelaten. Hey Dexje. Sorry, ik kom eraan. Hij is ook heel erg lui hoor. Hij wil nu de hele tijd hier gewoon maar slapen, dus soms vergeet ik hem even. Gewoon omdat het kan. Because it can. Good luck schatje, patatje met je werk. Later. Later. Nou, mijn One Song Workout is geëdit voor vandaag. Lekker pizzaatje. Ja. Zo, ik heb Jotje naar turnen gebracht. Dus die is voorlopig even lekker aan het turnen. En dan ga ik snel eventjes langs de Ali supermarkt. Yes, hij staat erin. De tafel is gedekt. En nu snel weer YOLO ophalen. Nou, Jolaatje die ligt lekker in bed. En Bart is als eerste aan het sporten. We wonen echt naast de sportschool, dus dat is echt ideaal. Een vriend van hem die kwam net ophalen. Hun zijn nu aan het sporten. En als hun dan straks terug zijn, hun zijn om 8:30 gegaan. Dan begin ik om 9:30. En dan tot 9:30 ga ik yoga. Goedemorgen! Goedemorgen! Goedemorgen, Jol! Koekoek! Ik ga zo naar een fotoshoot en Jootje die gaat lekker naar school en naar de opvang, hè Jol? En vandaag ga ik voor een roze shakey. Is goed, schat. Ik zal iets meer maken dan. Eten voor school. Nu ik toch in de file sta, wil ik nog even wat vertellen over vandaag. Ik voel me namelijk best rot. En dat mag ook wel eens gezegd worden in een vlog, want het lijkt natuurlijk altijd soms allemaal wel zo leuk en zo cool. En dat is het ook, want ik laat natuurlijk vooral de coole dingen zien. Bijvoorbeeld, kijk hoe gezond ik ben. Ja, ik ben het echt, want ik drink het zelfs nu in de auto. Ik heb nogal een handje ervan om vaak ja te zeggen tegen dingen waar ik eigenlijk nee tegen moet zeggen. Hoppa!
Get up! Get zo. Up! Ik ga even fixen. Joris, die kwam sporten, maar er wordt nog niet gesport. Ei en koeienvla. Oké, okay, joh. Dat hij altijd broccoli heeft. Je weet dat dit in de vlog komt? Nee, dat ga je even uitknippen, mam, want anders is het van heel smerig. Hallo en goedemorgen. Internationaal Vrouwendag. Omdat je, dan moet je blij zijn dat je vrouw bent. Wow. Maar ik ben heel blij dat ik een vrouw ben. Ik weet eigenlijk niet waarom ik blij ben dat ik een vrouw ben, maar ik ben blij. Je bent een meisje. Maar ik ben een vrouw hoor. Ja. Een vrouw, dat zijn meisjes ook. Omdat meisjes, dat gaan vrouwen ook heel snel worden. Dat klopt. Veel te snel, vind ik. Oh ja, trouwens, schat. Moet jij mij niet even feliciteren? Oh. Hij weet het natuurlijk weer niet. Is het onze trouwdag? Nee. Is je moeder jarig? Nee. Jeffy? Nee. Het is vandaag een internationale dag. Wat voor internationale dag? Internationale Vrouwendag. Vrouwendag. Serieus? Ja. Ben je niet? Ja. Hoe kan ik dat nou vergeten? Oh. Gefeliciteerd, schatje. En ik had heel erg trek, dus ik dacht, laat ik er even van genieten dat ik nog niet weet of ik zwanger ben. Niet dat ik heel erg aan de alcohol zit hoor of zo, maar zalm! Zo, Jola die heeft zojuist haar eigen eerste rekening geopend. Een penny ding. Machine. Penny, ik weet hoe het is. Pinnymaat. Jola heeft een pinnymaat. En we gaan straks nog wel even demonstreren. Hoe bedoel je demonstreren? Laat zien wat het is. Oh ja, tuurlijk. Stop ik de 20 erin en de 20. Ja. Moet hier? Denk het. Tot 10 cent. Haha. Tot 10 cent. Tot 20 cent. Gespaarde bedrag. We hebben uitnodigingen gemaakt. Kijk maar. Maar dit is uiteindelijk heel fout. Ze moeten weer overnieuw. Want we hebben weer een ander plan. Ja, een ander plan. Elke keer aan het nadenken wat wij nou voor thema willen. Ben bij kinderbiedje. Oh my god, oh, Rotti, mama's favoriet. Dus jij hebt jouw nummer 1 eten en ik heb mijn nummer 1 eten met dat. Oh, zo lekker. En dat is wat ik hier bovenop heb gedaan zit erin. Zonnebloempitten, pompoenpitten, amandel, banaan en honing en een beetje havermout. Heerlijk. Vandaag gaat Jola uitnodigingen uitdelen op school. En die zien er zo uit. Mama! Even laten zien. Nee, alleen verder weer terugleggen waar die lag. Hierin. Hast u. Dank u. Oké, we gaan dat ding. Ik heb net allemaal kleding uitgezocht en opgeruimd. En toen kwam ik iets tegen wat heel erg handig is. Nou, gezellig. Wow. Dit zuigt helemaal vacuüm. Ja, je praat ook hard. Hè? 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 Huh?
Ik ga even lekker inkopen doen. Ik heb er zo'n zin in. Ik ga lekker allemaal schoonmaakspullen kopen en zo. Want ik ben echt lekker op dreef met het schoonmaken en het opruimen. Het is echt, ik heb echt super veel weggegooid. Ik denk wel 4 dozen vol met rommel weggegooid. Alle plastic de deur uit. Alle glazen de deur uit. Ik heb een hele bak vol met flessen die ik straks inlever. Echt heerlijk. Dat komt ook omdat het zonnetje schijnt. Ja, een zonnetje. Dus ik heb het helemaal zo afgemeten dat het een beetje zo precies past. Echt heel handig. Ja, zo berg ik dus dingen op. Dus ik zit de hele tijd met geboor op de achtergrond. Maar nu is het even stil. Oké, Jola, wat gaan we doen? Stel dat is. Een pony show laten zien. Jola is een beetje zenuwachtig. Ja, heel veel. Maar je hebt het vanochtend pas bedacht en nu gaan we het al doen. Wil je niet nog een paar dagjes erover nadenken? Nee. Hey. We zijn er. Nu even zo laten zien. Zo, dit is de keuze geworden. Hè? Oh, daar zit ze dan. Ben je zenuwachtig? Ja? Oh, hoeft niet hoor. Thanks. Een pony. Een pony? Jij zag anders helemaal kort. Moet ik die foto nog laten zien? Ja. Ja? Nou, ben je er klaar voor? Ja. Je hebt een goede nachtje over geslapen? Nee, één nacht. Heb je dit vandaag pas bedacht? Ja. Nou, daar gaan we hoor. Goed, stel ze daar. Ik zal het een foto sturen. Ik zal het een foto sturen. Ik zie je helemaal mooi uit. Dit gaat leuk zitten. Denk je? Wat zegt ze dan? Want als je de grafie gaat, dan komt het niet. Zie je het al? Zie je het al een beetje? Ik zie het al. Ik lijk met mama. Kind? Nee. Ja. Jola is net opgehaald door de vader en Bart is nog even volgens mij aan het werk. Daar heb ik nog niks van gehoord. Dus ik ga lekker even alleen eten. Lekker roti van mijn schoonvadertje Harold. I love roti. Achter de computer eten. Zo, we hebben deze zaterdag even lekker een kantoor, Bartse kantoordag, opruimdag. En daar waren we ook zeer aan toe. Ja, Bart, het gaat eindelijk gebeuren. Helemaal aangekleed.
boekjes. Ja! En zo vind je nog eens wat. Ik kwam net al een leuke krantenartikel tegen over het paaldansen. En dit was mijn carrière voor het paaldansen. Kijk deze foto dan. Bart. Hey, die is wel vet. Die vind ik wel vet, hoor. Dit zijn dus echt van die dingen die Bart allemaal wil bewaren. Wow, vet man. Even naar de bioscoop. As usual. We gaan naar John Wick 2. 1 vond ik best goed. Dus we gaan nu naar 2. En ik wil mijn schoenen even laten zien die ik aan heb. Want die zijn vet oud. Maar ik heb zoveel opgeruimd dat ik ze weer tegenkwam. En dat ik ze gewoon aan wil. Want ze zijn eigenlijk best vet leuk. Rij 8, toe 5. Bart is boos vandaag. Ja, want hij vindt het leven te saai. Nee, dat valt wel mee. Af en toe gewoon een beetje standaard. Wat vond je van de film van gisteren? Ja, die vond ik wel goed. Tegen mij zei je gisteren nog dat je hem ook heel veel te veel schieten vond. Voor een, vrouw is John Wick 2, voor de meeste vrouwen is het geen aanrader. Hij zegt nu om stoer te doen dat hij ik denk dat hij ongeveer 150 man af heeft geslacht. John Wick maar is niet echt... Maar vond het toch ook wel vet. Nee, niet echt mijn ding. Het is zoveel schieten en vechten, de hele tijd vechten. En wel vette gevechtsscènes, alleen als er 3 of 4 van die gevechtsscènes in het gezet was het ook wel goed. En dit waren er ongeveer 30 of zo. Iets te veel. Op een manier met elkaar om kunnen gaan. Het punt vind ik als wij als eerste, want in Turkije hoor dit woord niet, hè, deescaleren. Nou, het is vandaag weer zondag en we eten... Geen pizza! Geen pizza deze. Oh, wat erg. We zijn ongezond bezig weer. Super gezond. Lekker varkensvlees. Ja. Lekker een heel zoet sausje eroverheen. En dat is Bart's papaatje. En dat is Wil. En het is hier heel gezellig. Super. Super bedankt dat je naar deze super lange vlog hebt gekeken. Heel erg bedankt daarvoor, maar zou je misschien ook nog even een reactie willen achterlaten of een duimpje willen geven? En natuurlijk, als je dat nog niet bent, abonneren! Doei doei!